Welkom bij een ja, speciale editie van de Piepshow. Die niet echt een piepshow is, maar wel piepshow-materie bevat. Het is eigenlijk een soort van werkstukje in een piepshow-verpakking. Want, dames en heren, um, ik werd wakker vanochtend. En het eerste wat ik altijd doe is even. Uh, ja, eerst begin ik altijd met nu.nl, de, zoals half Nederland. Maar na, even op Twitter kijken wat er allemaal gebeurd is. En toen bam, 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 achter elkaar mijn hele timeline vol. En het begon allemaal met deze tweet van niemand minder dan Jason Schreier. Um, breaking... Dubbele punt. Breaking met kapsloppen Breaking! Dat, dat was het ongeveer. Uh, PlayStation boss Jim Ryan is stepping down. Two sources tell Bloomberg News. Dus dat was toch sources. Dat zijn zijn uh, mannetjes en vrouwtjes die over allerlei uh, nieuws lekken. Die zeiden Jim Ryan die gaat aftreden. Die stopt als uh, head of PlayStation. En even later werd het official Jim Ryan stopt ermee. Hij gaat met pensioen. Althans, dat is het verhaal. Daar gaan we het straks even over hebben. Per uh, maart 2024... en dat is niet geheel toevallig ook het eind van het fiscale jaar 2023... dan stopt hij ermee en dan geeft hij het stokje, het Playstation-stokje over. En ik hoop dat ik deze naam nog heel vaak mag gaan noemen. Hiroki Totoki, die wordt nu de nieuwe... De vervangende het of PlayStation. En hij gaat dan weer uh, ja, tijdelijk, natuurlijk, gewoon waarnemen. Wat er allemaal moet gebeuren. De leiding geven. En uiteindelijk gaat hij op zoek naar een uh, nieuwe. Ja, ver, een echte vervanger van Jim Ryan. En ja, ik, ik had zoiets van: oké, okay, dat, dat, dat is show nieuws. Uh, ik vind het nog te vroeg om echt diep in te gaan op het waarom ervan. Ik, aan het eind ga ik het wel even over hebben. Maar ik denk dat ik dat bewaar tot volgende week. Om samen met Boris daar lekker even op in te gaan. Waarom heeft hij nu precies zijn pensioen aangevraagd? Conspiracy? Zit er iets achter? Is die gewoon weggestuurd? Of is er gewoon helemaal niks aan de hand? En zegt die man gewoon: Hé, hey, ik ga gewoon lekker met pensioen. Ik ben er klaar mee. Uh, dat weet ik niet. Dus dat ik. Ik ga nu een beetje duiken in de carrière van Jim Ryan. En um, dat heb ik al vaker, dat ik denk: Ik ga iets doen. En dat het eigenlijk best wel. Een beetje ingewikkelde opdracht is. Want uh, het grappige is dat deze grote vriend uh, Jim Ryan uh, helemaal niet zo'n open boek is. Het is niet iemand die graag in de spotlight staat. Het is niet iemand. Hij heeft geen social media. Doet hij niet aan. Uh, hij geeft. Her en der interviews. Maar waar Phil Spencer zo ongeveer bij Cesarstraat zit. Uh, daar doet hij dat niet. Het is vaak wel gewoon business-related. Uh, een aantal grote media-outlets die hij doet. En daar houdt het dan mee op. Dus heel veel van hem. Uh, ik moest echt diep graven om een beetje een beeld te krijgen van deze. Uh, gast. En um, laten we gewoon beginnen met het begin. Hij gaat dus weg. En dat maakt hij bekend met een, um, ja, een bekendmaking uh, op um, het kanaal van PlayStation zelf, Sony Interactive Entertainment. Daar is hij de baas van. En hij zegt: As you will have seen today in the news, um, I have announced my retirement after nearly 30 years at Sony Interactive Entertainment. Hij werkte inderdaad 30 jaar. 30 jaar lang heeft hij uh, bij uh, PlayStation gewerkt. En. I did not take this uh, decision lightly, and I absolutely love uh, uh, Sony Interactive, Interactive Entertainment and our community, but of late I've been finding it increasingly, increasingly difficult to strike the right balance between having my home in the UK and my job in the United States. Ga ik het straks over hebben. Uh, as mentioned in the press release, I will continue my role as president and CEO until March 2018. 24. Effective. April 1. Hiroki Totoki. Daar is hij weer. Will be appointed interim uh, uh, CEO of SEI. While he continues his current role as Sony Group. Hij krijgt dus een dubbele baan deze man. Uh, nou goed. En dan zegt hij allemaal. Bladibladibla. Bloody, bloody, I'm, I'm humbled. En, en jullie zijn allemaal fantastisch. En uh, we hebben mooie dingen gemaakt. En het gaat zo fucking mooi worden. Allemaal met Playstation. Thank you from the bottom of my heart. Hij gaat dus weg. Hij gaat met pensioen. Later heb ik daar wel wat interessante informatie over weten te vinden. Um, Jim Ryan dus. En ik zet even. Um, ik zit even te kijken hoor. Van wat, wat weten we nou een beetje over die man? Ik heb hem een beetje moeten, moeten, moeten spitten. Want wat ik al zeg, hij is niet zo van de privacy. Ik zou bijvoorbeeld niet weten of hij getrouwd is. Maar volgens mij is hij wel getrouwd. Heeft hij één of twee dochters, dacht ik. Niet dat dat nou heel belangrijk is. Maar hij is geboren in 1958 in Kenton, Newcastle. Dus hij is inmiddels 64. Dat is tegenwoordig al iets te vroeg om met pensioen te gaan. Aan de andere kant, uh, hij heeft wel inmiddels uh, de, ja, de visjes op de droger, zoals je dat zegt. Uh, hij heeft genoeg geld op zijn bank om rustig te gaan retiren. Um, hij is dus geboren in Engeland, Newcastle. Absoluut dus geen Amerikaan, het is echt, uh, het echt een Brit. Um, hij heeft een Masters of Business degree uh, behaald aan de Warwick Business School... Um, en hij heeft gewerkt bij... En ik zet dan even wat beelden bij. Dat is ook wel leuk. Want dit, dit vond ik bijvoorbeeld weer een leuk beeldje. Hè? Ik bedoel, uh, en, en dit is wat je dus niet veel ziet. I'm dit is gewoon Sony Jim Ryan die naar zijn werk gaat. In zijn t-shirtje. Komt hij van zijn baan. Zijn eerste baan was bij Ford. Daar heeft hij een tijdje gewerkt. Daarna is hij naar Amstrad gegaan. Vervolgens naar Oracle. En vanuit Oracle is hij in 1994 aangekomen bij Sony. Uh, en dat heette toen nog niet SIE. Maar dat heette nog iets anders. Dat doet er verder. Niet toe en zijn baan was op dat moment vooral: um, ja, zet de tak van PlayStation op in Europa. Het is vandaag de dag niet meer voor te stellen, maar dit is in ten tijde van de PlayStation 1, die kwam toen uit. Uh, PlayStation ging, uh, ging toen echt de brand pas beginnen. Nou, hij heeft daar aan en hij moest serieus gewoon. Uh, het kan uh, uh, ja in heel Europa kantoren, offices, mensen recruteren, alles moest hij gaan opzetten tot en met en dat is wel grappig. Hij ging zelf, uh, ik denk, niet naar de Ikea, maar hij ging wel naar winkels toe om bijvoorbeeld het meubilair te halen. Echt met zijn poten in de modder heeft hij gestaan. En hij is er dus voor, hij heeft ervoor gezorgd dat in Europa een netwerk kwam, waardoor we daar ook allemaal de PlayStation kunnen kopen en vervolgens is hij heel langzaam. Op, ja, is die, is die omhoog gegaan in de hiërarchie? Op een gegeven moment is hij ook head of marketing geworden in Europe. En kwam hij steeds een stapje hoger en steeds een stapje hoger. Um, en is hij uiteindelijk dus. En dan moet ik even kijken, want ik weet ook niet uit, alles uit mijn hoofd. Um, Phil Ryan, het, het, het verloop van zijn baan. 1994 uh, tot 2011 is hij echt in Europa bezig geweest... om die tak helemaal op te zetten. Playstation 1, Playstation 2, et cetera, et cetera. Uh, 2011 tot 2018 is hij de baas geworden van de Europa-tak. Dus echt overkoepelend. He, vaak had je dan in Amerika... had je bijvoorbeeld in die tijd uh, Jack Tratton. Die was daar de baas. En dan had je in Azië had je weer een andere baas. Dat waren dan de, 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 de lokale bazen. He, uh, daaronder zit dan weer... De baas van de Benelux kantoor of de baas van Sony uh, Frankrijk. En dan helemaal daarboven heb je dan de grote baas. En dat werd hij in 2019. Toen hij um, de taak overnam van John Tsuyoshi Kodera. Daar nam hij de baan over als zeg maar head of PlayStation. En toen stond hij er helemaal boven. En uh, was hij het gezicht van PlayStation. Bijvoorbeeld op de E3. Naar buiten, als er een nieuwe uh, PlayStation werd gelanceerd. En in zijn tijd was dat natuurlijk de PlayStation 5. Dan kwam hij naar voren om het nieuws bekend te maken. Dat is eigenlijk een beetje de loopbaan die hij heeft gehad. 30 jaar. Dus behoorlijk brand vast. Trouw daarin. En um, heeft hij. Ja. Wat heeft hij dan betekend voor PlayStation? Uh, kijk, in zijn. Aan de eerste kant moeten we natuurlijk dankbaar zijn dat hij uh, in Europa gewoon een hele sterke tak heeft neergezet. De meeste landen is PlayStation gewoon dominant. De console. Uh, je kunt hem overal uh, verkrijgen. Gelukkig heeft elk land nog zijn eigen kantoor. PlayStation heeft nog een eigen kantoor in Nederland. Uh, dat is tegenwoordig al best wel uniek. Uh, dat heeft hij allemaal opgezet. Hij is natuurlijk mede verantwoordelijk voor geweest. Niet zeg maar de hoofdverantwoordelijke, verantwoordelijke, maar wel mede verantwoordelijk voor geweest. Het succes van de PlayStation 1, de PlayStation 2, de PlayStation 3, de PlayStation 4. Uh, ik denk dat hij als president van de EU-tak ook zeker uh, te maken heeft gehad met het succes van Guerrilla. Ik bedoel, dan, dat is toch zeg maar de voorkant uh, waar alles uh, uiteindelijk weer naar het hoofdkantoor toe gaat. Van hey, dit is een goede studio, hier moeten we wat mee gaan doen. Dus hij heeft zeker veel betekend in zijn jaren als overkoepelende baas van uh, PlayStation. Uh, is hij natuurlijk eigenlijk, uh, ja, denk ik, uh, verantwoordelijk, als ik het even positief hou, voor twee dingen. En dat is natuurlijk de PlayStation 5, de lancering van de PlayStation 5. En hij is ook wel het gezicht een beetje van PlayStation VR. Het is iets waar hij ongelooflijk in gelooft. Hij heeft ook meerdere interviews over ge uh, gegeven. Over uh, hoe hij denkt dat VR de toekomst gaat zijn. Uh, Volgens mij bij PlayStation VR-launch uh, uh, gaf hij aan: we are, we are more than a few minutes away from the future of VR. Dus hij geloofde daar echt absoluut in. Um, dat is nog niet helemaal de waarheid geworden. Um, je merkt toch duidelijk dat de verkoopcijfers nog. Het is niet dat het een, 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 een flop is. Maar het is ook niet voor PlayStation een groot commercieel succes. Maar goed, in ieder geval, daar heeft hij achter staan. Naar nou, de PlayStation 5. Terwijl ik eventjes toch weer wat gezellig beeld van uh, Jim Ryan opzet. Uh, dit is overigens niet Jim Ryan. Dit is de interviewer. Daar zit hij. Hij zit daar gezellig. Leuk schoen heeft hij trouwens. Uh, de PlayStation 5. Ja. Hij heeft natuurlijk één probleem gehad met de PlayStation 5. En dat is dat verdomde virus, corona. Um, waardoor hij begon met een soort van achterstand. Het was fucking moeilijk om uh, de PlayStation op dat moment in de winkels te krijgen. Vanwege de chiptekorten. Inmiddels is dat wel gelukt. Uh, we staan inmiddels op 40 miljoen, 40 miljoen verkochte PlayStations. Dus dat is goed. Ik bedoel. Ze verslaan er nog steeds uh, 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 Microsoft mee, de Xbox. Aan de andere kant kunnen we ook stellen dat bijvoorbeeld hij, hij zet de targets en de targets voor uh, 2023, uh, fiscale jaar 2023, waren 25, 25 miljoen verkochte PlayStation. Dat gaat hij in alle waarschijnlijkheid niet halen en dat komt de laatste jaren niet vaak voor omdat PlayStation 4 was een enorm succes, PlayStation 3 misschien ietsje minder, PlayStation 2 was een groot succes. Um, en als je je target niet haalt. Ja, daar ben jij dan toch verantwoordelijk voor. Jij bent uiteindelijk toch de grote baas. Dus dat smetje tussen aanhalingstekens, waar hij ook voor een deel niet heel veel aan kan doen. Uh, dat hangt wel een beetje aan deze man. Um, zijn er dan nog andere dingen waar hij het gezicht van is? He? Dus ik heb nu een beetje de positieve dingen genoemd. Ik denk dat hij inderdaad gewoon. PlayStation 5 is gewoon goed in de markt gezet. Uh, we hebben een aantal jaren kunnen genieten van fantastische games van The Last of Us, God of War, al dat soort dingen. Of daar ben ik hem hartstikke dankbaar voor. Uh, de PlayStation VR. Oké, okay. het is een goed product. Alleen het slaat nog niet helemaal aan. Maar het slaat nergens aan. Maar aan de andere kant is hij ook het gezicht van de aankoop Activision Blizzard door Microsoft. En het protest daarentegen. Daar heeft Jim Ryan zich echt in vastgebeten. Ik denk dat hij er heilig overtuigd van was dat hij het kon tegenhouden. Anders zou ik niet weten waarom hij het gedaan heeft. Want in, in, um, in de mails die nu naar buiten zijn gekomen. is nu toch wel een beetje duidelijk geworden. Uh, dat hij uh, van tevoren zoiets had van. Ja, weet je. Dat Call of Duty, dat blijft al bij ons. Dat, dat, ik ken veel Spencer. Dat, dat kunnen ze nooit maken. Ze kunnen nooit zeggen. Call of Duty wordt exclusief Xbox en PC. Dan gooien ze zoveel miljoenen. miljoenen honderden miljoenen weg. gaan ze niet doen. En toch ging hij er pal voor liggen. Ik weet niet, misschien gaat hij nog een boek schrijven. Aan de andere kant denk ik, um, hem een beetje nu inmiddels kende... Uh, dat hij gewoon um, de deur straks dicht doet van zijn huis uh, in Newcastle. En dat we er niet al te veel meer van gaan horen. Laat staan dat hij zijn memoirs gaat schrijven. Ehm... Um, maar het is nog steeds een raadsel waarom hij daar zo ontzettend heeft voorgelegen. Waarom heeft hij gezegd: uh, PlayStation is doomed als wij uh, Call of Duty niet meer hebben? Waarom heeft hij dat signaal van zwakte laten zien? Uh, dat het zo is, dat snap ik wel. De cijfers zijn duidelijk. Hè? Ik bedoel, uh, drie kwart van de inkomsten van PlayStation komen uit third-party games. Call of Duty is daar een heel belangrijk onderdeel van. Zij kunnen op dit moment niet zonder. Um, maar om dat dan ook zo openlijk naar buiten te brengen. en uh, vervolgens een, een, een rechtszaak te beginnen. die je gewoon. of, 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 of da daarin mee te gaan. terwijl je eigenlijk vanaf alle kanten kan zien. dat je dat niet gaat winnen. Um, dat is ook een beetje een smetje. En dus kom je dus. terwijl ik even uh, uh, deze dan weer weghaal. kom je dus bij de vraag. ja. Waarom gaat hij dan nu met pensioen? He, uh, is het een vrijwillig pensioen? Wat hij zegt. Hij zegt: Jongens, ik, uh, ik, ik moet reizen de hele tijd, vliegen, whatever. Ik word er helemaal gek van. Uh, ik, wil, ik ben 64. Ik wil gewoon eens wat tijd thuis zitten. Of is het een moetje? Oftewel, he, en ze noemen dat dan gewoon van: Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt twee keuzes. Of je gaat vrijwillig weg. Met alle eer en glorie. En je zegt gewoon, ik ga met pensioen, het is mijn tijd geweest. Of we dwingen je eruit te gaan en we flikkeren je eruit. En dat is natuurlijk gewoon eigenlijk zoals je er niet uit wil gaan. En zeker als je een jaar 64 bent, 65, aan het eind van je carrière. Je hebt miljoenen op de bank. Je hebt een mooi huisje in uh, Newcastle. Uh, je hebt allemaal hartstikke leuke kinderen. En wie weet straks kleinkinderen. Why bother, weet je wel. Dan, dan neem je de eervolle weg. Maar dan weten dus niet of dat zo is. Het eerste wat ik uh, een beetje voorbij zag komen. is dat mensen zeiden van. Uh, Jim Ryan is eigenlijk maar. Uh, 2019 tot 2023. is maar een kleine vier jaar de baas geweest van PlayStation. Um, dat is een beetje weinig. Oftewel, hij moest weg. Nou, dan is het eigenlijk vrij makkelijk om dat een beetje te ontkrachten. Um, dan kijk je gewoon naar de voorgangers: um, Andrew House, 2013 tot 2017. Ook vier jaar. Daarna kwam John Tsuyoshi Yoshi Codera, 2017, 2019. Twee jaar. Daar zou ik het niet echt in zoeken. Uh, vier jaar. Het is een zware baan. Het is echt een hele zware baan. Heel veel verantwoordelijkheid. En vooral heel veel reizen. Um, en dus dacht ik: van oké, okay, als hij dan zegt dat het zo zwaar is, dan. Ga ik dat ook gewoon eens kijken van uh, hoe zwaar is dat dan? Hoe werkt dat dan? En hij zegt dus uh, in, een, in een zeldzaam interview: uh, Voor de lockdown uh, zat hij in een maand, dus let even op, dit is zijn maand en dat twaalf maanden per jaar vier jaar lang, twee weken in Californië, dan ging hij een week naar Tokio en dan ging hij een week naar Londen. Dus je gaat drie keer per maand ga je dwars door uh, je... Ja, weet je wel, de, 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 time, de time travel je als het ware. Uh, je, je wordt jetlagged as fuck. En hoe ouder je wordt, hoe fucking zwaar het is. Want... Hij gaat natuurlijk naar Californië. Dan kun je niet zeggen, nou, dan ga ik even vier dagen acclimatiseren. Nee, het is vliegen. En dan bam, meteen aan de slag. Dus twee weken in Californië, één week in Tokio en één week in Londen. En dat is nog afgezien van alle andere tripjes die hij maakt. Want hij moet ook op bezoek bij in Europa. Hij moet ook weer bezoek daar, bezoek et cetera, et cetera, et cetera. Uh, toen kwam de lockdown. En ook in dat interview, ook een heel interessant interview, uh, gaf hij een beetje aan hoe dan zo zijn werkdag uitziet. Nou, hij zegt: Van, ik sta op om ongeveer een uur of uh, half vijf. Ik moet er niet aan denken. Uh, nee, sorry, half zes. Half zes ochtend staat hij op. Uh, ik, ik moet daar inderdaad ook niet aan denken. Maar goed, dan van 6.30 tot 10.30 werkt hij. Uh, en de, we hebben het dan over Engel, uh, Engeland. Tien, uh, dan werkt hij dus vier uur lang. En dan werkt hij samen met Tokio. Dan zit je nog een beetje in Tokio, is het eind van de dag. In, in uh, Engeland is het dan heel vroeg. En dan gaat hij met hun uh, de zaken aanpakken. Vervolgens uh, stopt hij, neemt hij een, een middagbreak. Dan gaat hij slapen. Dan gaat hij wat eten en dan gaat hij wat wandelen of wat sporten. En dan gaat hij op drie uur s middags gaat weer verder. En dan werkt hij van drie uur s middags tot half acht s avonds. Uh, want dan kan hij samenwerken met California. Met het hoofdkantoor daar. En dat week in, week uit. Ook met reizen. Dus ook als hij in. Amerika was, moest hij weer zijn hele schema ook weer omgooien. zodat hij ook wel weer met Tokio kon doen. Dat is gewoon louis Waar. En uh, ik moet er niet aan denken. Um, en ik kan me ook best wel voorstellen. Uh, dat dat een dingetje voor hem is. Ik ben toen verder gaan zoeken van. Hè, want nogmaals. Ik kan me best wel voorstellen. en daar verwijs ik dan gewoon wat meer naar de piepshow toe. dat de timing is. Het is een beetje vreemd. Hè? Bedoel, duidelijk is nu dat de zaak Activision Blizzard verloren is. En dat Jim Ryan daar toch best wel wat. Ja. Uh, 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 schade aan heeft opgelopen. Hè? Wat gezichtsverlies. Uh, de target van 25 miljoen wordt niet gehaald. Verkochte Playstations. Althans, dat. Daar gaan de analisten van uit. Want op dit moment zijn ze best wel aan het stunten. Met name in Amerika. Gratis game erbij. Uh, de prijs is soms verlaagd met 100 dollar. Um, de laatste tijd is er toch wel wat gemor vanuit de community. Dat er wat weinig games aan uitgekomen. Daar kan hij ook weer niet al te veel aan doen. Het is gewoon een nieuwe tijd waarin games gewoon fucking duur zijn. Maar het is wel wat het is. PlayStation VR is ook niet een doorslaand of succes. Of PlayStation VR 2. Dus je zou ook kunnen zeggen... Uh, het is tijd voor een nieuw gezicht. Jim Ryan heeft nu iets te veel gezichtsverlies. Er zitten iets te veel haakjes en oogjes aan hem. Um, ik vond zijn, ook zijn, zijn communicatie niet heel erg goed. Hij is in alles het tegenovergestelde van Phil, Phil Spencer, die ik ook niet altijd goed vind communiceren. Daar heb ik juist van dat hij soms een beetje te veel aan het lullen is, te veel visible is. Uh, Jim Ryan was te weinig visible, en um, ik heb daar best wel een goed voorbeeld voor. voor. Gevonden. Um, met dank aan uh, Graven op Reddit. Uh, toen kwam ik namelijk uh, even kijken. Ik moet even gaan zoeken. Ho. Oh, ja, daar zijn we dan. Um, een interview. Nee, laat ik het zeggen. In 2022 uh, um, ging Jim Ryan terug naar zijn oude school in Newcastle. En het doet er echt. Geen ene meter voor welke school het was, maar hij ging terug naar zijn oude school. En uh, hij, gaf daar, uh, uh, hij ging daar met studenten, ging hier praten. Uh, hij gaf een paar interviews aan studenten. Uh, hij was daar de hele dag. En hier, als ik die interview lees, um, ja, dan zie ik hier een hele ontspannen Phil Ryan. Kijk, hij is hier met, met, met studenten, ik bedoel gewoon in zijn Playstation shirtje, weet je wel. Gewoon lekker met sportschoentjes aan, een flesje water erbij. Uh, kijk, lach hier. Hier staat hij voor de, staat hij, uh, voor de klas. Um, dit is wat ik te weinig heb gezien. Want in dit interview geeft hij gewoon aan hoe hij zichzelf voelt als PlayStation-baas. Hoe hij kijkt naar alle, um, alle moeilijkheden die PlayStation op dit moment heeft. Want dit is, dit is na de lockdown en corona en dat soort dingen. En in dit interview geeft hij ook aan. Uh, dat hij steeds meer moeite... Dit was 2022. Hij heeft steeds meer moeite. En ik weet niet of ik het nu 1, 1 2, 3 nog kan vinden. Maar hij zegt van... Ik, 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 uh, ja, hier zegt hij... Uh, even kijken. I miss Newcastle a lot. I still consider uh, Newcastle to be home... and could leave London tomorrow. I get back to Newcastle from time to time... always look forward to the train crossing the Tyne... and see the bridges. It's difficult to articulate... but I find it really moving. Uh, in dit interview geeft hij ook aan dat hij eigenlijk weer terug verlangt. Dat hij een beetje klaar is met zijn, met zijn journey die hij gemaakt heeft. Hij heeft 30 jaar lang alles gegeven voor PlayStation. Nou, ik heb net geschetst wat een insane banen dat zijn. Alleen maar reizen, 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 reizen. Daar word je op een gegeven moment echt serieus gek van. Het is hartstikke leuk hoor, een keertje naar LA vliegen. Maar denk maar na. elke maand, elke maand één keer naar LA vliegen, één keer naar Tokyo vliegen uh, en, en weer terug. Het, het is insane. Op een gegeven moment ben je er gewoon helemaal klaar mee. En dan heb je alle tekst free winkeltjes ook wel uitgewerkt. Um, hij wil weer terug naar Newcastle. Hij is een groot fan van Newcastle United. Weet je. Dat, dat zou hij weer eens een keer een wedstrijd van willen zien. Hier had hij het dan al over. En ik denk, uiteindelijk was mijn conclusie een klein beetje. Um, ten eerste, als Jim Ryan meer dit beeld had laten zien. Dat veel meer gamers misschien ook een wat ander beeld hadden gehad. Phil Spencer doet dat beter. Phil Spencer in zijn eigen achtergrondje met zijn game shit achter hem. Um, hij komt over als. One of the gamers, weet je wel. Um, en dan heb je toch altijd een beetje idee als hij kut beslissing moet nemen van oké, okay, maar goed, weet je wat, het is toch ook echt een gamer. Dus ja, hij doet het ook omdat hij het niet leuk vindt. Feitelijk doet hij hetzelfde als veel Ryan. Hij moet zoveel mogelijk geld verdienen. Alleen doordat hij zo uit de spotlight bleef, zijn privéleven niet wilde zien, alle poespas uh, weghield, uh, krijg je een beetje dat idee, afgaande op die paar interviews die hij doet, waar hij altijd een beetje narg over kwam. Uh, PlayStation die altijd wat later reageert als er een probleem is. Ik bedoel, er was nu een hek geweest. Uh, wat las ik laatst weer, dat, dat, dat alle figurines, PlayStation figurines, moeten vernietigd worden. Weet ik allemaal wat. Dingen die een eigen leven gaan leiden en PlayStation vaak wat later op reageert. En Jim Ryan vaak ook. Uh, dat is jammer. Dat heeft Schade toegebracht aan zijn imago. Want als ik dit interview lees, dan vind ik het een fucking sympathieke gast. Uh, die op een hele leuke manier met jongeren vertelt over zijn werk. Had ik, had ik liever meer gezien. Resumerend of concluderend: het feit dat hij in 2022 het al had over van. Ik, ik ben best wel een beetje klaar met dat gereis, weet je wel. Ik word ouder en ik wil eigenlijk gewoon ook nog een leuke tijd. weer terug waar ik vandaan kom. In Newcastle doorbrengt. Ik denk dat alle mensen dat hebben. Dat geeft mij um, de reden dat ik geloof dat het ergens een beetje het midden gaat hebben tussen vrijwillig weg en niet zozeer gedwongen weg. Maar hey, Jim, uh, je hebt het de laatste tijd er al over: over dat je eigenlijk wel klaar bent met het werk. Misschien is dit wel de mooie tijd. Je bent nu nog on top of. PlayStation gaat echt onzekere tijden tegemoet. Luister maar naar de piepshows. Ze hebben zoveel uitdagingen. Zoveel beren op de weg. Misschien moeten we dat weer door een ander iemand laten doen. Want uh, jij hebt jouw klus gedaan. Jij bent klaar. Uh, je bent nu wat beschadigd. Uh, nieuwe tijd. Uh, misschien niet helemaal werkt dat zoals jij het uh, voor je ziet. Uh, dingen zijn anders geworden. Uh, je bent nog wat meer oldschool. Zullen we gewoon een datum prikken voor jouw pensioen? Want dit is niet iets wat je vandaag of morgen... Dit is al, lang, dit, dit is al wat langer bekend. Uh, want dit moet je wel echt eventjes goed uitwerken. Ik denk dat het een beetje ergens tussenin zit. Ik denk niet dat hij een pistool op zijn hoofd heeft gehad en zegt... Jim, je gaat morgen je pensioen aankondigen. Dat denk ik niet. Maar goed, uh, er gaan echt nog wel wat uh, gegevens naar buiten komen de komende dagen. We houden het bij en dan uh, krijg je dus dinsdag of woensdag de piepshow... met daarin de discussie over het plotselinge ja, pensioen van Jim Ryan...